Sascha, even terug naar afgelopen maandagavond, 81ste minuut. Dan valt hij gelijkmaker. Wat was jouw aandeel in die treffer? Ja, wat je zegt. Ja, ik had goed aandeel in de treffer. Malik Saluki schoot hem, probeerde hem in de goal te schieten. Kwam in mijn... Raak jij hem toevallig of bewust? Nee, ik probeerde. Ja, het was gewoon instinct, uit instinct. Gewoon een soort beweging richting het goal. Ik wist ook niet waar ik precies stond. Ik wist alleen dat het goal gewoon ja, vlak achter me of naast me was. Dus ik probeerde gewoon beweging te maken. En ja, gelukkig viel hij goed. Had je op dat moment al het gevoel van, we konden wel eens eigenlijk niet één, maar wel drie punten hier gaan pakken in de resterende tijd? Ja, zeker naar die gelijkmaker. Toen zag je ook PSV een beetje inkakken. Ze speelden toch vaker de lange bal, wat je niet verwacht van zo'n ploeg. Het was, ja, want ze hebben niet heel veel lengte ook. En we wonnen ook onze tweede ballen. Dus uiteindelijk ook als je je duels wint, win je ook vertrouwen. En ja, zodoende de 2-1 gemaakt gelukkig en met drie punten in huis. Even terug naar het begin van de competitie. Ja, toen was die selectie nog lang niet compleet. Toen stond je in de basis tegen de Graafschap. Je begon ook in de basis tegen Roda, waar je vlak voor tijd eruit moest. Dat is niet te vergelijken met de huidige situatie. Ik neem aan dat je in die tijd misschien wel stiekem de gedachte had van nou, die basisplaats is nog ineens onmogelijk voor mij. Hoe is die situatie nu, denk jij? Nou, het is zo niet onmogelijk. Ik denk, je moet nooit als voetballer denken dat een basisplaats onmogelijk is. Het is nu gewoon, ja, we draaien. Het team dat speelt draait. En ja, je moet gewoon blijven trainen, hard doorvechten en je kansen pakken. Zoals afgelopen maandag, als ik dan toch even mee kan spelen. Dat je dan het verschil kan maken met zo'n doelpunt. Dat is toch wel lekker meegenomen. Je zit wel iedere keer bij de selectie. Wat dat betreft blijf je toch duidelijk betrokken bij die groep. En er zijn er een x-aantal routiniers bijgekomen. Veerman, Van Michum, Van der Zanden en dergelijke. Wat pik je op van dat soort jongens? Ja, ik pik niet alleen op van, ja, iets op van de routiniers. Ook gewoon van iedereen in het elftal. Maar ja, je ziet toch even ja, de professionaliteit. De mentaliteit ook. Hoe je zo'n wedstrijd ingaat. De voorbereiding. En ja, dat is goed om van te leren. Zijn het ook gangmakers in de groep of zijn het geen feestnummers? Ja, ik weet wel dat Henk Veerman heeft een nummer die hij leuk vindt. Zoet zuur of iets, een Volendams nummer. Ja, ik word helemaal gek van af en toe wat hij me op hebben in de, na een wedstrijd. Wordt hij uit een treurige draad waarvan je denkt van ja, kap nou een keer? Nee, we laten wat in zijn gang gaan. Dus wanneer hij een verzoekje heeft, ja, geef hem ook zijn tijd. Dus dat is wel leuk. Ado doet duidelijk mee op dit moment in die kopgroep. Ja, het zou eigenlijk wat dat betreft een blamage zijn, denk ik, als je niet sowieso bij de eerste acht weet te plaatsen. Ja, ik denk niet per se dat we als team er zo over nadenken. We denken wel echt van week tot week. Wat ik eigenlijk het beste vind, we denken nu niet al van ja, eerste acht, eerste twee. Nee, het is meer gewoon van week tot week voorbereid op de tegenstander. En we trainen ook erg gericht op elke tegenstander. Dus dat is meer ons plan. Begint het besef niet langzaam in te dalen dat wat dat betreft een plek bij de eerste twee ook zeer haalbaar is, gezien de verhoudingen in de KKD? Ik moet eerlijk zeggen dat we daar geen één moment over hebben gesproken als team. Ook niet met teamgenoten van promotie of eerste twee, we moeten de eerste twee eindigen. Het is wat ik al zei, we denken echt op korte termijn. Maar uiteindelijk denk ik wel dat het lange termijn kan helpen. Dus tuurlijk, je voetbalt in de KKD om te promoveren, maar het is niet dat we er elke dag mee bezig zijn. Tot slot, komende zondag komt Cambuur op bezoek. Die hebben natuurlijk vorige week uitgehaald met 8-1. Wel ingegeven door een rode kaart die vrij snel viel aan de kant van Top Os. Trainer die heel bekend is met de groep. Weer het bekende Henk de Jong effect. Wat denk jij, wat voor soort wedstrijd het gaat worden zondag? Ja, ik denk vooral echt een mannenwedstrijd. Het wordt gewoon echt een volwassene pot. Het is iets anders dan Jong PSV. Ik denk misschien wordt het wat fysieker. En hun gaan ook echt met een goed plan komen. Ik denk ook in de standaard situaties kunnen we ook ons voordeel uithalen. En hun gaan er ook op loeren. Dus het is vooral een wedstrijd die je echt met pure focus erin moet gaan. Anders één fout kan je de dupe zijn. Stiekem nog een scenario in gedachten van ik kom er in de 85e minuut in en ik toucheer de bal en dat is de winnende. Ja, altijd. Zo'n scenario moet je altijd in je hoofd hebben, vind ik. Dus we gaan het zien. Darje, even terug naar afgelopen maandagavond in Eindhoven op de Hertgang. Ik heb een uitspraak van je gehoord. De kleedkamer is gerestaureerd. Ik wist niet dat je ook bouwvakker was. Ja, soms is het ook nodig, maar valt mee. Maar we hebben wel natuurlijk niet goed gedaan in de eerste helft. In ieder geval niet in de zin hoe we graag wilden acteren in die wedstrijd.
Nou, uiteindelijk hebben jongens dat in de tweede helft omgedraaid en gespeeld zoals we dat ook graag voor de ogen hadden gezien. Vraag je dan niet zelf af van waarom is, kan het dan in de tweede helft wel en de eerste helft niet? Ja, natuurlijk vraag je dat af. En dat heeft ook mee te maken, niet alleen maar met ons. Dat heeft mee te maken ook met tegenstander. En vooral met tegenstander. Die juist op iets andere manieren druk ging zetten. Ging gewoon echt een volle bak 1-op-1 spelen. En juist daarin onze dominanties wilde annuleren. En dat is hun gelukt. En dus dat heeft ook met hun te maken. En wij hebben oplossingen daarin niet gezien in het eerste helft. En hebben we belabberde daardoor eerste helft gespeeld. Eens te meer blijkt dat jullie een hele sterke mentale weerbaarheid hebben. Het was natuurlijk niet de eerste keer. Emma uit bijvoorbeeld, Top Os thuis. Dat geeft ook aan dat deze groep nooit in paniek raakt. Tussen aanhalingstekens. Nee, dat klopt. En dat is een mooie eigenschap. En ik hoop dat we dat gewoon ook voort gaan zetten gedurende de hele competitie. Maar in ieder geval wel een mooie bevestiging dat we, dat we gewoon niet wakker moeten liggen van achterstand. Maar juist als het strijdplan tot dan niet werkt, gezamenlijk strijdplan methodisch gaan veranderen. Teamtactische wissels gaan doen als dat nodig is. En vanuit andere invalshoeken wedstrijden op dat moment aanpakken. En dan zijn we nog in staat vanuit de nieuwe situatie om wedstrijd te laten kantelen. En dat is juist mooi. Even ten aanzien van de wissels die je inbrengt. Ja, dan moet je ook een beetje mazzel hebben met Sascha en Malik. Terwijl Malik het natuurlijk ook al heeft laten zien uit bij Emmen. Dat geeft toch ook het niveau van die twee jongens aan. Nee, maar dat geeft niveau van het en bevestiging van het beleid aan. En waarin meerdere malen heb gezegd dat het wisselspelers gewoon behoren op hetzelfde niveau te zijn qua werklust, opvatting, werkattitude, alles als een basisspeler. En spelers die ook vanuit de bank komen moeten laten zien dat ze gewoon ook meerwaarde kunnen zijn voor het team. En en daarin maak ik geen onderscheid tussen wisselspelers en basisspelers. We hebben alle selectiespelers nodig. En ik ben alleen maar trots op dat ook meerdere malen wissels hun waarde ook hebben bevestigd. Even naar komende zondag komt Cambuur op bezoek. Ja, je zou kunnen zeggen het Henk de Jong effect. Hoewel, je moet wel zo eerlijk zijn, Top Os speelde dan geloof ik naar een minuut of 30 met die man. 1-8, geen verkeerde uitslag. Nee, totaal mee eens. Het is een natuurlijk, voelt het echt als een huis voor Henk bij Cambuur. Hij weet precies wat hij moet doen met de jongens. Hij heeft ook een eigen stijl van spelen. En daardoor geeft hij gewoon aan spelers duidelijkheid meteen. Het is alles is glas en glas helder. En dan zie je gewoon dat dat ook, dat hij daarmee gewoon ook stappen maakt. En hij heeft ook mooie resultaten geboekt. Wat kunnen we verwachten qua wedstrijd de komende zondag? Ja, toch een Cambuur, een voetballende Cambuur. Die door middel van hun positiespel en teamtactische dingen ons toch moeilijk wil maken. En ook op het moment dat we hun niet laten voetballen, daar hebben ze altijd ontsnappingsmogelijkheid om direct te spelen naar de hele sterke aanvaller. Ja, dus ze hebben gewoon meerdere opties om toch even voetballend stempel te drukken in Den Haag. En aan ons is het gewoon echt om dat weg te gaan halen en juist de dominante rol daarin te gaan nemen. Tot slot. Sparta is de tegenstander in de volgende ronde van de KNVB-beker. Een thuiswedstrijd. Ik neem aan dat je daar niet ongelukkig mee bent.
Ongelukkig? Nou, nee. Ik vind dat vooral leuk dat we gewoon een thuiswedstrijd spelen. En dat we niet verre reis hebben, want dag of twee later moeten we gewoon weer de laatste competitiewedstrijd spelen. Dus, die wordt verzet hè, qua datum. Je bedoelt Jong AZ? Ja, Jong AZ. Ja. Die datum wordt een andere datum. Ja, dat hoop ik, om eerlijk te zijn. Want na 48 uur wedstrijd spelen, dat lijkt me gewoon niet verstandig. Dus in die zin, ik ben blij in ieder geval dat we thuiswedstrijd hebben.